Ik wil gewoon het uiterste, zeg maar, naar voren brengen. Ik wil gewoon iedereen laten zien dat als Marokkaanse meid dat ik het wel echt kan. En dat ik er alleen maar goede bedoelingen mee heb. Ja. Dus, ja. En ook hier weer Arabisch titel. Maar je zingt het in Frans en Nederlands. Ja. 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 Dus ook daar weer die link leggen? Ja, we hebben zeg maar... Clandestino zelf, die zingt altijd in het Frans. Ja. Hij is zelf Marokkaans. En we hebben zeg maar de titel N.O.I.E.K. gebruikt. Omdat het... het is een liefdesliedje. En N.O.I.E.K. is ook een heel pakkend titel. Dus jij en ik betekent dat. En ik zelf in het Nederlands. Ja, ik zing niet in het Frans. En Nederlands is toch wel het sterkste. Maar jij zingt wel ook in het Engels, in het Spaans en in het Berbers. Ja, klopt. Ja, ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik ben sowieso niet zo goed bij betalen. Maar hoe kan dat? Mijn ouders spreken vloeiend Spaans. En die hebben mij zeg maar ook Spaans opgevoed. Dus ze hebben altijd Spaans tegen mij gepraat. Dus dat Spaanse, dat zit er wel in? Ja, dat zit erin. En Berbers en Arabisch heb ik eigenlijk gewoon geleerd vanuit tv. Marokkaanse zenders en zo. Vanuit tv? Ja. Want dat stond altijd aan? Ja, bij mijn ouders thuis wel, mijn moeder altijd. Ja, ja. Als ze series kijken en zo, dan moest ik meekijken, verplicht. En heb je dan nog een taal die... Ligt Spaans dan het meest dichtbij? Of is dat toch Nederlands? Of hoe werkt dat? Toch wel Nederlands. Ja. Nederlands ligt toch wel iets dichtbij. Oké, dus je blijft ook altijd wel in het Nederlands zingen? Ja, ja, ja. Hey, en schrijf je zelf? Ja, toch? Ik schrijf wel zelf. Maar ik krijg er wel veel hulp bij. Ja. Omdat ik zelf... ik ben van de melodielijnen. Ik kan heel goede melodielijnen verzinnen. Ja. Maar tekst is bij mij nog een beetje een ding. Dat is voor mij net boeken. Oké, okay, dus de muziek... ben je nu meer mee bezig? En dan komen de teksten van anderen? Of? Ik werk met heel veel schrijvers. Ja. En die helpen mij ook, zeg maar. Ik schrijf zelf wel mee. Dus het is wel dat we het samen doen. En dat ik het ook wil gaan leren. Uiteindelijk wil ik alles wel zelf gaan doen. Ja. Maar ze schrijven mee, ze ondersteunen mij. Ze corrigeren mijn Nederlands af en toe. Ja, ja. Wanneer nodig. Wanneer, ja. Dus Wat is jouw muzieksmaak, Koen? Ja, Phil Collins was mijn grote held. Phil Collins, ja. Want ik heb ook nog een beetje gedrumd. Oké, ja. Maar nee, dat vond ik een fantastische man. Ik heb hem ooit ook mogen ontmoeten. U2, beetje voor de tijd van jullie eigenlijk. Dat geeft toch helemaal niet. Ze werd toch ook mooie muziek gebruikt? Natuurlijk altijd. Ja. Wat is jouw muziek? Is dat dan ook meteen musical? Nee, eigenlijk niet. Als je in de auto zit of thuis, of denk je, luister even genoeg met die musical? Nee, dan luister ik zeker geen musical. Nee, dat is eigenlijk heel breed. Wat luister je wel? Ja, eigenlijk gewoon wat een beetje op de radio draait. Maar ook artiesten zoals Ed Sheeran vind ik ook fantastisch. Ja, die is ook zo fijn. Ja. Ja. Ben je bezig met een album? We zijn wel naar een album toe aan het werken. Maar na de Ramadan komt gelijk een liedje uit. En het wordt wel een knaller, denk ik. Oh. Dus, en hoe heet dat? Ik mag nog niks zeggen. En hoe gaat het? Ik ga helemaal niks zeggen. Nee, ik zie het vanzelf wel. Ja, toch. Ja, maar.